die ervaring zijn de helemaal openbreken van mijn blik. Dat wou ik ook proberen delen met bezoekers in een wetenschapsmuseum. Goeiedag. Ik heb de eer om vandaag te mogen spreken met Marianne Doon. Marianne is de directeur van het Gentse Universiteitsmuseum, het GUM, dat eigenlijk al open had moeten zijn, ongeveer een maand, maar door de omstandigheden is dat niet gelukt. Marianne die is bij Academia Press, waar ik de uitgever ben, auteur van het boekje Het Museum van de Twijfel. Dus hoewel het museum nog niet open is, hebben wij wel het geluk om al een aantal vragen te kunnen stellen aan Marianne over dat museum en over hoe zij dat als directeur en curator heeft vormgegeven. Nu, wie is Marianne? Zij is van opleiding dierenarts en zij is lang conservator geweest van de collectie morfologie bij het Gentse Universiteitsmuseum. En sinds 2018 is zij directeur van het nieuwe Gentse Universiteitsmuseum. Zij is iemand die heel graag buiten de lijntjes kleurt. En misschien het mooiste voorbeeld dat ik kan geven, ook het voorbeeld waarmee het boekje opent. Namelijk, zij is iemand die ervoor heeft gezorgd dat er een enorm walvisskelet in de Sint-Baafskathedraal in Gent tentoongesteld is geworden voor ongeveer een jaar lang. Een reusachtig skelet van een vinvis, dat heel veel publiek heeft aangetrokken en heel veel verschillende reacties heeft opgelopen. En ik stel voor dat ik begin met een heel klein stukje uit het boek, waarin zij omschrijft hoe dat ging. Wegens succes verlengd zou Leo, dat is dus die vinvis, uiteindelijk een jaar in de kathedraal vertoeven. Ik ging regelmatig langs om het publiek te observeren. De reacties waren divers en uiteenlopend, zo ook de berichten die ik kreeg toegestuurd. Ik zag opgewonden kleuterklassen vol verbazing staren en wijzen. Talrijke fotografen uitgerust met statief en lenzenarsenaal onder de walvis wandelen en zitten, details observeren en bediscussiëren. Je zou bijna kunnen zeggen empirisch onderzoeken. Ik werd bedankt per brief, per mail en in persoon voor het bieden van verwondering, maar evenzeer beschuldigd van blasfemie. De diversiteit in reacties en controverse die de installatie opwekte, staafde mijn overtuiging dat het opzet was geslaagd. Dag Marianne. Dag Lies. Blasfemie en het opzet was geslaagd. Marianne, dat moet je even uitleggen. Ja, dat was toen niet echt bepaald wat ik voor ogen had. Dus dat was het doel op zich niet om te beschuldigd te worden van blasfemie. Het opzet van Leo in de kathedraal was eigenlijk een test, een oefening naar wetenschap in een context brengen die een ervaring van verwondering opriep. Een test die we daarna in het GUM ook zouden gaan installeren. En eigenlijk was het een soort bezoekersbevraging, kan je het niet noemen. Het was uit eigen observaties dat we de bezoekers hebben bevraagd, maar toch... Bekijk wat de reacties waren en het feit dat de reacties zo uiteenlopend waren en zo extreem en zo met elkaar in discussie, is voor mij wel een bevestiging dat de oefening gestaakt was. Ja. Als iedereen het erover eens is, dan is het geen oefening. Mm-hmm. Je hebt dus eigenlijk een stukje de wetenschap verheven tot een esthetische ervaring en dan ook nog eens in een kathedraal. Wat zat daarachter voor jou? Ja, dus ik ben opgeleid als dierenarts en heb dan mijn doctoraatsonderzoek in de anatomie gedaan. Dus ik heb nogal wat gedissecteerd en ook nogal wat walvissen gedissecteerd. Mm-hmm. Voor mij als wetenschapper, als ik dissecties deed, was dat toch telkens een soort rite de passage. Iets wat je door moet, zoiets overwinnen. Dat is een ervaring die ook moeilijk... te delen is, maar die wel in het wetenschappelijk proces, vind ik, belangrijk is. Het gaat over een handeling en zelf empirisch ondervinden wat je bevindingen zijn. Het voelen, het ruiken ook. Dat hele pakket. En bij walvissen die gestrand zijn, komen daar nog zo andere emoties bij. Zijn de
die verwondering van wat daar ligt, dat grootste dat voor ligt. Er is zoveel waar je moet overstappen totdat je aan je wetenschappelijke oefening kan komen als mens. Bij zo'n groot dier dissecteren. En die ervaring van dat grootste, dat conflict tussen je eigen mens zijn en de wetenschapper, die objectief probeert data te verzamelen, die dus al dat emotioneel menselijke op dat moment langs de kant moet schuiven, dat wil ik overbrengen naar een publiek. Of dat zelf laten ervaren, want ik kan dat wel vertellen en beschrijven in een boekje. Maar het is toch zoveel sterker, en dat is toch ook wat het museum probeert te doen, denk ik, om een bezoeker dat zelf te laten voelen en ervaren. Dus door dat skelet te hangen in een plek die zo historisch geladen is, en geladen is met ritueel en symboliek, denk ik, hebben we de ruimte gecreëerd om een bezoeker die confrontatie met dat... met dat wetenschappelijke, of wat dat, de confrontatie van wat een mens ervaart en hoe dat hij dan tot iets wetenschappelijk moet komen, dat zelf te voelen. En ik denk wel dat we daar voor een stuk in geslaagd zijn, omdat ik ook wel merkte dat mensen die rondliepen in de kathedraal en naar het skelet keken, dat op een helemaal andere manier deden dan in een natuurhistorisch museum bijvoorbeeld. Dat ze veel meer overgingen tot... met elkaar discussiëren wat ze ervaarden, wat ze zagen, wat ze waarneemden. Dus dat is bijna al een wetenschappelijke oefening. Mm-hmm. Naar, wat neem ik waar en wat denk ik dat ik waarneem? Zo. Mm-hmm. Oké. Dat was een heel uitgebreid antwoord, sorry. Dat is oké. Jouw boekje is getiteld Museum van de Twijfel. Eerst misschien museum. Bij museum denk ik natuurlijk ook wel als kunstwetenschapper, maar ook tout court gewoon onmiddellijk aan kunst. Hier in die kathedraal ben je al een stukje kunst, religie, traditie gaan opzoeken door die wetenschap daar te combineren. In hoeverre zijn er parallellen of verschillen voor jou tussen wetenschap en kunst? En waarom zoek jij die samengang een beetje op? Zijn er parallellen? Ja, zeker. Zowel in het proces, de praktijk, zeg maar. Dat element van onderzoek, onderzoekend zijnde, vind ik een hele grote gelijkenis tussen wat een kunstenaar en een wetenschapper doet. Het opzet is anders natuurlijk. Een wetenschapper moet tot een objectieve weerslag of zo komen en tot een conclusie die falsifieerbaar is enzovoort. Terwijl dan een kunstenaar iets anders zoekt. Maar uiteindelijk deel je wel jouw resultaten, jouw bevindingen met een publiek. Dat is toch zo, dat is wel een gemeenschappelijk opzet. Dus in die zin vind ik dat er heel veel gelijkenis is. Zelf als onderzoeker in de anatomie ben ik... even in contact gekomen met kunstenaars die in de dissectiezaal ook aan de slag worden met organisch materiaal, zeg maar. En dat heeft voor mij toch echt een keerpunt betekend in hoe ik zelf naar wetenschap keek en hoe ik zelf naar mijn eigen vakgebied keek. En ook die ervaring zijn dat helemaal openbreken van mijn blik. Dat wou ik ook proberen delen met bezoekers in een wetenschapsmuseum. Mm-hmm. Dus dat gaat dan over het proces. Als het gaat over musea, het verschil tussen een wetenschapsmuseum en een kunstmuseum is voor mij in wezen ook, is eigenlijk in wezen ontstaand, in die zin. Dat het... gaat over het delen van iets en de bezoeker vrijlaten om te kijken, om haar te nemen en om die ervaring te delen. Ik weet dat in heel veel wetenschapsmusea die kans tot vrij waarnemen en vrij kijken redelijk beperkt wordt. In de zin dat er vaak, vind ik, naar mijn mening, de informatieoverdracht al redelijk dogmatisch is. Het is nogal een inrichting. Mm-hmm. Het heeft iets heel belerend, zonder het open te laten aan de kijker. Daar waar dat kunstmusea
net als opzet meestal hebben om mensen vrij te laten kijken. En in het GUM, en dat is ook een beetje wat ik in Museum van de Twijfel beschrijf, probeer ik net die twee naar elkaar te brengen. Het wetenschapsmuseum naar het kunstmuseum, of vice versa, mm-hmm. hoe je het ook noemt. Dus ja, iets brengen naar een bezoeker zonder op te leggen hoe dat je moet kijken en hoe dat je dat moet interpreteren. Ik heb daar een mooi fragmentje over uit het boek, inderdaad. Je zegt, geef niet alleen antwoorden, evoceer vragen. Wetenschap en wetenschapsmusea lijden vaak onder de kritiek dat ze onttoveren, de magie doorgronden en ontbloten. Als curator ging ik aan de slag met de vraag of er een wezenlijk verschil is in de manier waarop bezoekers worden uitgedaagd in wetenschapsmusea dan wel in kunstmusea. Is de verwachting van het publiek anders? En wat we als museummedewerkers beogen, is dat dan eigenlijk anders? Dus daar ga je inderdaad op in. Wat mij hier ook bezighoudt, is dat woord curator. Als curator ging ik aan de slag. Wat houdt dat beroep, die functie voor jou precies in? Hoe kijkt een curator? Ik ga het met een heel lelijk woord vertellen eerst. Hè? Mm-hmm. De verhalenverteller of de storyteller. Dat is zo'n hip woord geweest. Ja, dus als voor mij een curator wil een ervaring overbrengen, wil iets delen met andere mensen via een driedimensionele installatie. Dat gaat meestal over een keuze aan objecten. Hoe zet je die objecten, zijn het nu kunstwerken of artistiek werk of wetenschappelijke objecten, maar hoe zet ik die bij elkaar? En wat wil ik daarmee overbrengen? Wat voor soort licht wil ik daarop? Wat voor sfeer wil ik creëren? Dus de hele driedimensionele installatie plus ervaring, dat uitdenken, dat is wat dan voor mij de curator voor een stuk doet. Mm-hmm. In een kunstmuseum wordt het bijna gezien als een nieuw artistiek proces, mm-hmm. het cureren aan zich. Terwijl in wetenschapsmusea wordt het woord curator niet gebruikt, dan ben je meestal een wetenschappelijk medewerker. Want dan wil je wetenschappelijke data overbrengen en communiceren naar een publiek. En denk je dus na in welke hoofdstukjes dat je dat wil doen om het zo behapbaar en toegankelijk mogelijk te maken. Maar ik vind dat eerste proces interessant. Ik vind dat tweede proces minder interessant. Je laat het heel saai klinken, alleszins, dat tweede. Ja, ik vind gewoon het idee van een museum of een tentoonstelling ook niet juist een medium om dat mm-hmm. te doen. Doe dat dan in een hoofdstuk met boeken. Een boek met hoofdstukken of enfin, maar niet in een tentoonstelling. Er zijn media die daar beter toe voor dienen. Als je dan toch die driedimensionele installaties kan maken, heb je nog een keer ruimte waar dat licht binnenkomt en waar dat je met geluid kan werken. Allee, waarom zou je dan dat zo behapbaar of zo maken? Dus voor mij is een curator iemand die speelt en uitdaagt door dingen met elkaar in communicatie te brengen of net in een soort tegenstelling van elkaar te brengen en daar een soort reflectie probeert op te roepen bij iemand die kijkt naar die installatie. Mm-hmm. Een evengoed wetenschapsmuseum, vind ik. Het is echt een constante in waarover jij vertelt en waar je mee bezig bent, dat je hokjes wil doorbreken en over grenzen heen wilt springen. Ik heb daar nog een stukje uit het boek rond interdisciplinariteit. Ikzelf ben uit de krochten van mijn rigide geest gecatapulteerd door de samenwerking met kunstenaars. Het heeft me de zuurstof gegeven om vanuit vogelperspectief opnieuw naar mijn eigen onderzoeksveld te kijken en naar wetenschap in het algemeen. Het heeft bij mij de transitie in beweging gezet van onderzoeker naar curator. Dus inderdaad, enerzijds in die beweging in jouzelf, anderzijds ook wat je in het museum wilt doen met het tonen. Waarom? Is dat interdisciplinaire voor jou zo belangrijk en die samenwerking met kunstenaars? Omdat ik niet graag in een hokje gestoken word. Raadsonderzoek was voor mij een hele oefening. Omdat dat betekent dat je in een bepaald veld begeeft en je dan verdiept. En ik kom bijna tot een punt waar dat je niet meer met jouw minder dichte collega's kon communiceren bijna. Omdat je expertise die is opgebouwd zo diepgaand is, dat het bijna een eigen vocabularium ontwikkelt. Ja. Ik vind dat niet interessant. Ik ben dan veel liever de verbindingsfiguur. En ik zoek
naar de gelijkenissen of waar het interessant is om twee hokjes bij elkaar te brengen of met elkaar in dialoog te brengen. Dus dat interdisciplinaire draait voor mij rond brugfiguren die net die vakexpertise die nodig is in die disciplines. Zowel binnen de wetenschappen in die verschillende disciplines als tussen de kunst en de wetenschappen. Mm-hmm. Dat is nodig, maar ik speel veel liever de brugfiguur die vertaalt tussen die verschillende hokjes en die verbanden legt en die mensen met elkaar in contact brengt. Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd even evident is. Nee, want dat klinkt als een vrij sociaal gegeven, maar eigenlijk ben je vaak dan de loner, want je hoort nergens helemaal bij. Mm-hmm. Zo, nee, dat is helemaal niet evident. Ook niet omdat je een keer dat je de verbanden ziet, dat je met mensen met elkaar in contact brengt en ze in een dialoog krijgen. Als ze elkaar maar niet blijven verstaan, kan dat nogal frustrerend zijn. Mm-hmm. Ja. Ja. En ik denk ook met het GUM. Ik verwacht me wel aan wat kritiek van de echte vakexperten. Mm-hmm. Die zo de diepgaande informatie zoeken. Ja, ik verwacht daar wel wat kritiek, maar ik vind dat ook net leuk, omdat dat ook betekent dat ik ze op een zekere manier uitgedaagd heb. Mm-hmm. Om op een andere manier te kijken. Ze hebben tenminste dan de denkoefening gemaakt, hopelijk, mm-hmm. waarom ze kritiek hebben. Allee, ja, dus voor mij liever wat discussie en wat dat er wat beweging in dingen komt, dan u vastbetoneren in een disciplinetje en dan niet meer kunnen communiceren met andere disciplines. Enfin, dat is voor mij persoonlijk, hè, maar ja, beide profielen zijn nodig. Laat het duidelijk zijn. Maar ja, ik voel me veel comfortabeler in het niet definieerbare no man's land tussen alles heen. Zit daar voor jou ook een stukje die twijfel in? Want we hebben het hier over het museum van de twijfel. Is dat zoekende voor jou een beetje de invulling van dat begrip twijfel? Ja, dat woord en dat begrip twijfel is op verschillende manieren interpreteerbaar. Zeker in dat zoekende. Iets wat ik op zich ook fijn vind. Het is niet dat ik zoek naar mijn landingsplaats of zo. Ik vind dat zoekende en de... Laten we zeggen dat ik een soort rust in de onrust vind of zo. Ik zou niet graag meer ergens gesetteld voelen, dan zou ik daar onrustig van worden. Dus dat zoekende zeker, maar ook twijfel als een motor tot kennisproductie. Want iedereen heeft het altijd over verwondering en nieuwsgierigheid. En dat is zeker een motor om op zoek te gaan. Maar ook twijfel is daarin een motor. Vind ik. Ook voor een kunstenaar trouwens. Vind ik dat een belangrijke motor. Mm-hmm. Ik vond het belangrijk ook om dat woord te benadrukken, omdat ik het gevoel heb dat er minder en minder ruimte komt voor twijfel. Zeker voor wetenschappers, in dit tijdsperk mag je... moet je met zekerheden naar buiten komen. Wil je geloofwaardig zijn of zo? Terwijl dat wetenschap net gebaseerd is op onzekerheden. Mm-hmm. Er is alleen maar onzekerheid en nooit zekerheid. En dat is net ook de sterkte van wetenschap, want dat zorgt ervoor dat het steeds veranderlijk is en dat je dingen kan bijstellen. Maar dat wordt een beetje tegen wetenschap gebruikt in de huidige tijdsgeest, vind ik. Mm-hmm. Daarom wil ik een hoek als een soort ode aan de twijfel terugzien, waar dat we dat soort onzekerheden en twijfel toelaten. Mm-hmm. Twijfel, en in het boekje ga je zelfs nog een stukje verder of nog een stukje ruimer, waar je gaat kijken ook naar verbeelding toe, naar bijna een spelende manier van onderzoeken. Mm-hmm. Het element verbeelding, welke rol dat die speelt in... Ik vind dat een moeilijk onderwerp, hè, want verbeelding en verwondering zijn zeker belangrijk in het wetenschappelijk proces. Maar dat lijkt zo contradictorisch. Hè. Het lijkt alsof dat creativiteit eigenlijk geen ruimte mag hebben in wetenschap. En dat als je een experiment uitvoert, dat je dat volgens een bepaald recept doet, stapje per stapje. Mm-hmm.
Dat klopt ook. Op het moment dat je communiceert aan je peers, van kijk, dit is wat ik gedaan heb, dan moet dat inderdaad volgens zo'n strikt rigide ding. En dat lijkt weinig creatief. Maar ja, niks is minder waar. In taboes en het komen tot nieuwe ideeën. Mm-hmm. Het durven maken van een tabula rasa, waarbij dat je alles eventjes van de tafel veegt en opnieuw invulling zoekt, ja, dat vraagt heel veel creativiteit. Mm-hmm. Ja, dus verbeelding en creativiteit zijn belangrijke thema's. En boekje, maar zijn ook een heel belangrijk thema in het museum. Waar dat we net vooringenomen idee van de wetenschapper die alleen maar zo kan kijken. Dat zijn dan eigenlijk slechte wetenschappers. Mm-hmm. Ik herinner mij ook jouw verhaal over je eigen doctoraatsonderzoek. Waar je heel diep bent gedoken in het experiment. Kun je daar nog eens iets over vertellen? Ja, maar ja, dus dat is zo'n voorbeeld van zoeken naar hoe doe ik dat hier nu? Het testen en uitproberen. Ik heb mijn doctoraatsonderzoek gedaan op het omentum van de hond. En omentum, ik weet het, dus het lijkt een heel vreemd orgaan. Iedereen kent het als een kribnet. Dus je hebt het al zeker opgegeten. Het is een buikorgaan. Het hangt bij alle zoogdieren aan de maag als een soort vrij vlies voor je darmen. Het beweegt mee op de darmen. En het hangt eigenlijk alleen vast aan je maag. Maar het bestaat ook uit twee bladen. Ik ben veel te ver aan het uitweiden, Lies. Ik denk het ook. Nu komen wetenschappen naar boven. Ja. Ik ga het proberen kort samen te vatten. Nu probeer ik het weer uit te leggen. Het komt erop neer dat eigenlijk... het zijn twee vliezen die met elkaar verkleefd zijn. En die wou ik beschrijven, maar daardoor moest ik die vliezen van elkaar scheiden. En dat kan je eigenlijk bijna niet doen zonder ze te scheuren. Dus ik zat daar een beetje vast en in de knoei. Dus ik heb van alles geprobeerd. En dan kun je daar inderdaad de dissectiezaal s'avonds laat alleen... Met zo'n hondenlijk rond je heen, vloekend, zoiets, ja. En dan ben ik op een bepaald moment op het idee gekomen om daar bouwschuim, van die schuim dat je tussen je deurspleten spuit, ja. En die dan expandeert. Uh-huh. Om dat eens te proberen, om dan een hond te spuiten. Dus dan letterlijk naar de gamma gegaan en dan zijn we met de spuitbussen teruggekomen. Ik werd wel nogal vreemd bekeken door mijn collega's, maar het is wel gepubliceerd. Ja, dat zijn de dingen die... Dat is geen grootse bevinding of zo, hè, maar dat zijn wel de leuke dingen die je in een labo meemaakt. Zo. Het zoeken en onderweg, echt het uittesten en proberen, zonder te weten waar je gaat landen dan. Ja, voilà. En met de zotste ideeën eerst of zo. Mm-hmm. En dat dan nog lukt ook. Mm-hmm. Dat je toen... Ha. Okay. Ja, voilà. Marian, mogen wij al één voorwerp uit het museum een beetje van dichterbij bekijken / bespreken? Je wilde ons iets vertellen over de hersenarteries van het paard. Ja, dat sluit eigenlijk mooi aan op dit onderzoek in de anatomie. Ja, ik blijf een beetje bij de anatomie hangen, daar ben ik dan wel de vakidioot. Dus ik vind dat ook fijn. Ja, die hersenarteries... Dat toont ook mooi die zoektocht dus naar, van anatomen dan om onze bouw in kaart te brengen. Wat voor tools kan je daarvoor gebruiken? En ik heb nu bouwschuim gebruikt. Maar Leonardo da Vinci was eigenlijk de eerste die met de vraagstelling aan de slag ging van hoe moet ik holle ruimtes in het lichaam in kaart brengen? En ook hij heeft daar geëxperimenteerd en van alles in die lichamen gespoten om iets tastbaar te maken, om bijvoorbeeld bloedvaten in kaart te brengen, want bloedvaten, ja, als je dat begint te dissecteren, dan snij je ze door om dieper en dieper te gaan dissecteren. Dus je maakt eigenlijk je eigen onderzoeksveld kapot. Mm-hmm. En uiteindelijk is hij tot het idee gekomen om vloeibare bijenwas, dus hij warmde de bijenwas op, die was vloeibaar en hij bracht die in holle ruimtes in het lichaam, zijn de bloedvaten of... Bijvoorbeeld onze hersenventrikels, zijn holle ruimtes in hersenen. Om daar de vloeibare bijenwas in te spuiten. En dan werd die lichaam in koud water gedompeld, waardoor het hard werd. En dan dissecteerde hij die verharde bijenwas eruit. En zo had hij een volledige
driedimensionale replica eigenlijk, een model, om de anatomie van de holle ruimte te bestuderen. Okay. En daar is dan later in de eeuw die daar volgde heel veel op verder gebouwd in zoektochten. En vandaag de dag doen we dat met MRI en weet ik veel wat voor scantechnieken die we gebruiken. Maar toen het mooi, de verbeelding, de creativiteit van een wetenschapper en ook hoeveel evolutie dat daar dan in zit. Mm-hmm. Was hij daarmee begonnen, dan had onze kennisproductie veel trager gegaan. En hoe dat evolueert. En het idee ook dat die scantechnieken waar we vandaag staan, ja, dat zit ergens in een tijdslijn, maar over 200 jaar, als we daar naar terugkijken, vinden we dat waarschijnlijk ook zo wat nozel, zoals dat we nu denken, zo wat bijwassen te knieën. Mm-hmm. Ja. Dus dat, ja, ik vind dat een mooi voorbeeld van wat dat we proberen aan bezoekers overbrengen. Het is daarboven ook een heel mooi object die tot de verbeelding spreekt, letterlijk. Mij heb je in elk geval al nieuwsgierig gemaakt. Ik kan niet wachten om naar het GUM te komen. Dus ik kijk mee met jou waarschijnlijk uit naar de opening. Ik ben blij dat we al vandaag eens een blik konden krijgen in het hoofd van de curator in elk geval. Mensen die meer willen weten kunnen natuurlijk het boekje lezen. Museum van de Twijfel bij Academia Press uitgegeven. En ik wil heel graag jou bedanken, Marian, als auteur en nu ook als geïnterviewde. Ik wil het GUM bedanken, Theater aan Zee en Kaap, die ook partners zijn in deze reeks karaktersboekjes. KASK, Hogeschool Gent, waar de studenten van Studium Generale deze lezingen en boekjes als studieobject krijgen. En voilà, jullie zijn ook bezig aan een Engelstalige versie van het boekje. Ik zeg jullie, wij zijn bezig met een vertaling. Dus ook internationaal zal dit verhaal gehoord kunnen worden. Voilà, heel veel dank, Marian. En tot in het GUM, hè. Ja, tot in het GUM. Dag. Salut.